Tanak en Fiek vakken, hè. Kunnen dan eens aan de commandos werken, alstublieft. Ze klappen over u. Mixed Kebab is het nieuwe sociale drama waarmee regisseur Gilly Thijs vanaf 29 februari mee uitpakt. Centraal staat de relatie die Ibrahim krijgt met Kevin. Overgiet dat allemaal met enkele actuele thema's zoals gearrangeerde huwelijken, extreme moslims en een homofobe gevoelens en je krijgt Mixed Kebab, een film die de multiculturele maatschappij een spiegel met scherpe kantjes geeft. Kevin is een jonge man, woont in Antwerpen en heeft op jonge leeftijd, want hij is jong, een zaak met zijn moeder. Dat geeft hem veel verantwoordelijkheid, veel bezigheid en dat zorgt een beetje voor een naïeve kijk op, of een onwetende kijk op liefde en op, omdat hij heel veel met andere dingen bezig is. Heel veel dingen gaan aan hem voorbij. Vrouwen, liefde. En plots komt er iemand op zijn pad. Die, een jongen, een man, de Bram, Ibrahim. Ik ben Ibrahim, Turkum. En ik ben homo. Ibrahim is een jongen die uit een conservatieve familie komt, die op het punt staat te trouwen met zijn nichtje in Turkije. Het is een fixed marriage, maar die eigenlijk verliefd is op een jongen. De film gaat over vrijheid, de drang naar doen waaruit je zin in hebt eigenlijk. Ik heb altijd heel mijn leven gedaan waar ik zin in had en plots las ik een enquête tussen jongeren van 15 tot 25 in Antwerpen. En moslimjongen hadden ze gescheiden van de autochtone Vlaamse jongen. Gewoon die twee groepen, moslim en niet-moslim Vlamingen. En het bleek dat er 90% tegen homoseksualiteit was bij de moslimjongen en 90% voor homoseksualiteit bij de Vlaamse jongen. En dat was zo'n enorm contrast. Dat was in 2005, 2006. Dat begon al een beetje, zo in 2007, ik denk, daar moeten we iets over doen. Maar ik dacht met Marokkanen dat te gaan doen. Maar dan, toen ik merkte dat in Marokko sodomie, tenzij dat je bij vrouwen doet, wordt bestraft met 3 jaar cel, als ze willen. Je moet maar 1 vijand hebben. 1 gast van de ploeg of zo die je hebt ontslagen of zo. Ja, en dan je hebt het aan. Ik zag al mijn hoofdacteurs al in de bak zitten en zo. En we zeggen nee, we gaan iets met Turkije doen. Hè. Want Turkije ken ik al, vond ik een heel mooi land. En een leuke mensen ook. Beleefde mensen, fatsoenlijke mensen. Veel fatsoenlijke en beleefde dan hier eigenlijk gezegd. Warme mensen. Ja, al de rest en al de clichés, de mooie landschappen. En ook waar de homoseksualiteit blijkbaar geen probleem was. Ik was er natuurlijk op filmfestivals. Ik zat in Antalya, in Istanbul en zo. Maar daar, gay parties en zo. What the fuck is going on here? Ik heb gewoon het script gelezen. Ik vond het een fantastisch script. En natuurlijk heb ik er even over zitten nadenken van wat ga ik ermee doen. Maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen omdat ik vond het verhaal super sterk in elkaar zitten. En het is een mooi liefdesverhaal in feite. In de film beleef ik Ibrahim en Kevin een stomend avontuurtje in een hammam. We hebben die hammam gevonden dankzij onze plaatselijke hotelier die eigenlijk ook een connectie heeft met de diamant in Antwerpen. Het was een heel vriendelijke man die ons heeft uitgenodigd en moest niks betalen bijna. Dus werkelijk, die man, een geweldige kerel. En, maar die was zo'n beetje ja, de grote zakenman van de stad. En die kent iedereen. Dus als hij iets vroeg, ja, dat geven we. En dan zei hij, betaalde iets. Hè. Dus dan betaalde wat. En dan, iedereen wist waar dat over ging, maar het mocht niet uitgesproken worden. Je moet niet zeggen, we zijn een homofilm aan het maken. Nee, we zijn een film aan het maken, een familiedrama. Wat een jonge Turkse jongen uit België met een meisje, Turks meisje uit Turkije gaat trouwen. Maar dat ziet hij niet helemaal zitten. Want zij is een beetje een golddigger en hij neemt zijn beste vriend, zeg ik dat letterlijk zo, neemt hij mee naar Turkije en ze hebben een toffe tijd. Dat is het verhaal. Oké. Niet dat dat een love interest is en dat ze in een hammam uiteindelijk de handdoekjes laten vallen. Terwijl dat die mensen van de hammam dat toch wisten, want die ene masseur die speelt zelf mee in de film. Dus je weet toch wat er aan de hand was, wat er aan het filmen waren. Maar het wordt niet gezegd, het moet niet uitgesproken worden. De burgemeester van Kuşadası, heel vriendelijk ontvangen, fantastisch, Atatürkman en zo. Direct, wist het wel, wordt niet gezegd. In de pers, op televisie, in de grootste krant, hoor je het, en zo, of een van de grootste kranten. Prachtig artikel, wordt met woord gerept over homoseksualiteit. Hoeft ook niet. Wij begaan de weg, omdat er heel veel homo's
op de set waren geregeld voor bepaalde scènes in als we een homocafé moesten filmen of zo. En daar heb ik altijd heel veel mee gebabbeld. Maar niet uit interesse om de rol te kunnen spelen, maar gewoon omdat dat een zeer onbekende en grappige wereld is. Zeker als het echt Jeannette waren, om het zo te zeggen. En ik heb eigenlijk al die scènes gewoon gespeeld. En omdat dat niet anders kan, we hebben heel duidelijk gekozen om er geen te prototype, te vrouwelijk, te... Ja, de prototypes eigenlijk. Om dat niet te doen, om gewoon de Vlaamse jongen en de Turkse jongen die gaandeweg elkaar ontmoeten. En dat was ook het enige dat gespeeld kon worden. Van, ik zei daarnet ook, gewoon een scène binnenkomen en tegen iemand hallo moeten zeggen, is hetzelfde als hetero dan als homo. Dus het is puur op die intieme scènes dat je plots wel voelt, oké, dit is... Dit komt neer op homoseksualiteit. Ben Ibrahim, Turkum. En ik ben homo. Zeg, als je gedaan hebt met fikvakken, kun je dan niet aan de commandos werken alstublieft? Ze klappen over u. Maar vooral homo zit jij, hoor. Wat doe stand, je laatste werk! Wat een naast door nu aan mijn met. Wat bedoel je, een soort uithuwelijking of wat? Cheers. Ik ben wie ik ben. Ik heb maar één leven en ik ga dat niet open voor aan de schone schijn. Schik, ik blijf dan. Seni bir daha görmeyeceğim. Sen benim için yoksun. Benim bir tek oğlum var. O da Furkan. Kesin sen benim için, he? Ya? Bu arada doğru ben. Ya! Zaten hep peşine yürü! Voor mij is niks oké. Frank! Laat me los. Nu. Jij hebt mijn trek, Kevin, het is genoeg geweest. Mijn kebab is vanaf 29 februari te zien in de bioscoop. Jeannette!